En dan nu? Hallo kijkers. Het onderwerp burgemeesterprijs behandel ik volgende week. Dat is vanwege praktische redenen verschoven. Maar terwijl ik bezig was met opnames voor dat filmpje, kwam ik iets tegen waarvan ik dacht, hey, dit ken ik nog niet. En dat kon ik niet laten om dat even voor u te filmen en daar iets bij te vertellen. Kijk eens even wat ik ontdekte in de Van Trieststraat. Of moet ik zeggen, burgemeester Van Trieststraat. Hier in de Van Trieststraat hebben ze sinds kort het sms-parkeren. Daarvoor hebben ze rechts naast de slagboom een bord gezet waarop staat wat je moet doen. Op de slagboom zelf staat wat je moet sms'en naar welk nummer. Het kost 3 euro per sms'je en aan de linkerkant staat nog zo'n bord met informatie. En wat wil het geval? Aan de andere kant staat weer de informatie, maar blijkbaar wist degene die deze borden hier neer moest zetten niet dat de Van Trieststraat een eenrichtingsstraat is. En als je van het parkeerterrein af wil, mag je weer sms'en, ben je weer 3 euro kwijt. Als je een kwartiertje daar gaat parkeren, kost dat 6 euro. Omgerekend is dat 24 euro per uur. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Een ander ding wat ik nog ontdekte was dit hekwerkje wat waarschijnlijk bij het Titus Brandsma Memorial hoort, maar waarvan ik niet thuis kan brengen wat het nou precies is en waarom dat nou hier staat.